Nee, maar ja. Ik hoor inderdaad discussies. Ik hoor klein beginnen en daar een grote beweging van maken. En Jenny Janssens, die is daar eigenlijk wel mee bezig. Ze heeft een evenement in de Schouwburg. Oh ja. En ze hangt aan de telefoon, dus kan ze lekker best zelf het een en ander vertellen. Jenny. Zeker, hallo. Hallo, goedemiddag. Hey, welkom. Hi. Nou, ja, ik heb inderdaad volgende week een evenement in de studiozaal van Theater Stilburg op de donderdagavond de 7e. Met als thema Asian Appropriation and Appreciation. Nou, dat is een mondvol. Ja, zeker. Nou, ik ben wel heel benieuwd waar dat over gaat. Ja, in meer begrijpelijke taal gaat het eigenlijk een beetje over de Aziatische cultuur. Hoe dat zeg maar in de Nederlandse cultuur is geïmplementeerd. En wat het verschil is tussen toe-eigening en tussen viering van die cultuur. Want dat is vaak een hele dunne lijn. Hè? De Aziatische cultuur is volop aanwezig in Nederland. Mm-hmm. En dat kan op een manier zijn waarop het een beetje misschien disrespectvol is. Ik moet dan altijd denken aan bijvoorbeeld het liedje Hanky Panky Shanghai op de kleuterschool. Dat is een schoolvoorbeeld van hoe Aziatische cultuur eigenlijk op een beetje een rare manier wordt toegeëigend. Maar ook gewoon hoe het kan worden gevierd met, de Bami-schijf of de Indische rijsttafel. Dus we gaan met een panel onderzoeken waar die grens precies ligt en hoe we de Aziatische cultuur op een goede manier kunnen vieren met z'n allen. Dus als je op 7 april komt naar de Schouwburg, wat maak je dan allemaal mee? Want je hebt het over lekker eten, over discussiëren, over een panel. Wie zit er in het panel? Nou, het panel bestaat uit een viertal mensen. Ik ga het zelf hosten samen met Tyrone van Theater Stilburg. Mm-hmm. Het bestaat onder andere uit Piet Wu, schrijver en journalist. Schrijver van de Bananengeneratie. Ook politicus van GroenLinks Venlo, Jade Joosten. Xiangxia van der Ham, een documentairemaakster en werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. En journalist Lulu Kuster, die onderzoek heeft gedaan naar haar Indische roots. Dus allemaal mensen die op hun eigen manier ook bezig zijn met hun Aziatische identiteit. Ze hebben allemaal op hun eigen manier een Zuidoost-Aziatische achtergrond. Dus ik ben ook heel erg benieuwd hoe Aziatisch zij zich voelen en hoe zij zich verhouden tot de cultuur en hoe zij de Aziatische cultuur in Nederland eigenlijk beschouwen. Hey Jenny, help mij eens even. Waarom moet dit? Ik wil het liefst gewoon een beetje bewustzijn creëren over bepaalde momenten waarop het misschien op een gekke manier kan worden toegeëigend. Denk bijvoorbeeld aan de Boeddha's van de Xenos. Dat is een heel heilig, religieus woordsymbool. Ja. Wat vaak wordt gebruikt als louter decoratie. En heel veel mensen kunnen die uit een Aziatische cultuur hierheen komen, die kunnen daar best wel aanstoot aan nemen. Zo van, hoe kan het dat iets wat in mijn cultuur zo hoog staat, zo heilig is eigenlijk, of zo belangrijk is, hier bij de Xenos worden verkocht voor €1,5 bij wijze van. Wat is nou jouw drijfveer om dit verhaal te vertellen? Ben jij Aziatisch of heb je Aziatische vrienden of wat is jouw drijfveer? Nou, het begon eigenlijk met mijn studie filosofie, waar ik eigenlijk daar binnen de studie filosofie op Tilburg Universiteit heb ik de groep Minorities and Philosophy opgericht, waar we dit soort thema's eigenlijk met z'n allen gaan onderzoeken. Vanuit die organisatie organiseer ik het panel ook en zelf heb ik inderdaad Aziatische roots. Ik ben half Thais. Ik woon al mijn hele leven in Tilburg. Ik ben ook zo Tilburgs als maar zijn kan. Maar hoe ouder ik word, hoe meer ik eigenlijk bezig ben met, wat betekent het voor mij nu ook om half Thais te zijn? Ik zie er ook Aziatisch uit. Maar ik heb er nooit zo bij stilgestaan waar ik sta in die cultuur. Maar hoe meer ik erover leer, hoe interessanter ik het ook vind, hoe meer ik hoor van mede half Thaise mensen, maar ook helemaal Thaise vriendinnen. Daarmee raakte ik ermee in gesprek. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat er heel weinig aandacht is voor de cultuur waar de Aziatische cultuur precies vandaan komt. Het is hier volop aanwezig, ook gewoon qua eten, qua viering, allemaal op een hele mooie manier. Maar ik ben gewoon benieuwd naar de verhalen erachter. En willen jullie dan in die verhalen het dubbele van zo'n identiteit samen delen met de mensen die daar zitten? Of is het meer een discussie of een debat? Wat gaat er gebeuren als je daar zit? Nou, wat ik vooral niet wil gaan doen is mensen gaan vertellen hoe het zit, hè, wat wel of niet mag. Want daar is het onderwerp gewoon veel te breed en ook veel te gevoelig voor, denk ik. Maar vanuit de filosofie heb ik altijd geleerd dat het belangrijk is om andere verhalen te horen, om verschillende geluiden te horen. Filosofie, dat gaat om hetzelfde onderwerp vanuit verschillende perspectieven leren zien. Dus ik hoop van de panelleden een heleboel te leren over hun identiteit en hoe zij staan tegenover Aziatische cultuur in Nederland. En ik hoop ook dat het publiek daarover gaat nadenken.
En we sluiten af met een hele gezellige borrel met hapjes van Chu Noodle Bar, met Asian street food. Dus om het wel op over een feestelijke clichés manier gesproken. Af te sluiten. Ja, over clichés gesproken, ja. Ja. Ik kijk ook Hedwig even aan. Ja, het ook een beetje een tijds... Ik heb het gevoel dat het ook een beetje een tijdsverschijnsel is, maar misschien zeg ik nou iets heel... Het is heel raars dat op allerlei fronten zie je dat mensen, dat de hele discussie over kolonialisme is aan het op. Alsof op allerlei manieren mensen zeggen, en nou is de tijd rijp dat wij weer eens even gaan vertellen wie wij nou eigenlijk zijn. Ja. Nou ja, ik denk wel dat het een tijd is waarin iedereen een beetje op zoek is naar zijn eigen identiteit. Ja. En waar dat vandaan komt. En ik zie dat ook. We hebben natuurlijk nu in de Pont hebben we een grote tentoonstelling van Kara Walker. Een hele grote tentoonstelling. En die gaat ook echt over die identiteit. Het slavernijverleden, de ongelijkheid, het zoeken naar wie ben ik, wat ben ik en wat betekent dat inderdaad. Dus dat zie je overal. En ik zie dat, wat ik nu hoor ook als je zegt van die Aziatische cultuur, dan denk ik meteen, oh wat weet ik daar eigenlijk van? Ja. Niet helemaal niks, ja, niet zoveel, ja, eten. En dan denk ik, oh ja, cultuurverschillen. Hè. Ik heb natuurlijk zelf bijna 20 jaar in Rome gewoond. Dus op een gegeven moment als je heel goed een cultuur kent, dan kun je ook echt die finesses van die verschillen aanvoelen. En als jij het dan hebt over Aziatische cultuur, dan denk ik meteen ook geografisch van, wat valt daar eigenlijk allemaal niet allemaal onder? Alleen dat al. Dat zijn weer honderden culturen op zich, denk ik. Dus dat je gaat nogal wat aan daar. Ja, zeker, zeker. En wat je ook zegt, inderdaad, die expositie van Carol Walker is ook een schoolvoorbeeld van iemand die zijn verhaal komt laten zien. En ik denk dat er tegenwoordig ook echt een bereidheid is voor mensen om te kijken en te luisteren. En dat daardoor mensen het gevoel hebben van, nou, ik mag worden gezien en gehoord. En dat is een beetje de tendens die op het moment in de maatschappij is. Nou ja, en wij zien dat dan in het museum, wat bijna ook haast een witte mannenbolwerk is of zo. Hè? Dat je denkt van heel vaak. En nu zien we in één keer een ander soort publiek binnen. En ook horen we dat ook terug. Van ja, maar wij herkennen ons vaak niet in de omgeving. Hè? Je loopt. Dus dat is heel, heel bijzonder om te zien dat één zo'n tentoonstelling zoveel impact kan hebben. We zien het ook terug in het gastenboek. En echt de bezoekers die daarop terugkomen. Ja, echt heel, heel bijzonder. Heel bijzonder. Ja. Hey Jenny, 7 april in de Schouwburg? Studiozaal. Ja, in de studiozaal. Zelf als Schouwburg Tilburg. En als ik, want mijn lijstje waar ik allemaal naartoe moet, wordt alleen groot, want ik moet nu ook morgen naar de Pont. Ik was het even vergeten. Moet je kaartjes bestellen of mag je zo binnenlopen? Via de website van Schouwburg en Concertzaal Tilburg zijn de kaartjes te verkrijgen. €5 zijn ze maar, dus geen reden om niet te komen. En ook die hapjes achteraf, als dat ook al geen reden is. En ik hoop genoeg food for thought tijdens het panelgesprek ook. Nou, boeiend. Fijne dag. En, hartelijk dank. We gaan er naartoe. Hedwig gaat er ook naartoe, geloof ik. Ja, ben benieuwd. Bijna. Ja. Dankjewel. Zie ik jullie volgende week. Jo, dankjewel. Oké, doei. Doeg.